Het district Nikeri heeft te kampen met een sociaal probleem. Zij kunnen namelijk niet gelijk beschikken over hun BASO-kaart. Onze nieuwsdienst kreeg deze informatie vanuit de districtsraadleden van het district. Verslaggever Shifra Goudland maakte voor u het volgend verslag. We staan ook hier met het DR-lid, meneer Krishlo, die wij toevallig hebben ontmoet bij ons item van de visserij. En wij gaan hem ook direct aanvallen. We gaan niet aanvallen hoor, meneer Krishlo. Ja. We gaan hem gelijk wat vragen stellen over wat er zich allemaal nog meer afspeelt in Nikeri. Meneer Krishlo, goeiedag. Ja, vertelt u een beetje, hoe gaat het met Nikeri? Nikeri, prima. Prima Nikeri, maar er zijn wel een paar knelpunten. Het meeste probleem in Nikeri wat we hebben is medicamenten en de BASO-kaarten. Maar voor de rest loopt het met Nikeri, loopt het wel met Nikeri. Volgens James Critchlow, districtsraadslid van Nikeri, lijkt Nikeri te kampen te hebben met de names and faces beleid dat is overgenomen vanuit Paramaribo. Er wordt niet adequaat onderzoek gedaan wie dringend de kaart nodig heeft en wie niet. BASO-kaarten, het is wel vreemd dat men... Men moet naar MAS gaan, daar heb je een afdeling van sociale zaken. Men moet daar formule invullen. En je verzoek gaat naar Paramaribo. Het vreemd is dat Paramaribo gaat toestemmen als je kaart krijgt of niet. Je moet op sms wachten. En tot nu hebben we enkele niet gehad. En dat is massiekie. Dus het oplossing hierbij is, laat het onze plicht door Nikerianen die het district kennen, ja toch, en die mensen Paramaribo. Sociale zaken in der tijd, iedereen krijgt een kaart, huis aan huis onderzoek doet men. Maar ik denk dat Paramaribo heeft een drone, die kun je Nikeri naartoe sturen en checken wie en wie en wie een kaart nodig heeft. Dat gebeurt momenteel, ze hebben een drone. Ze hebben Frisa, Eher Nikeri, Luku, Suma Abi, kaarten van Nodu. Critchlo geeft verder aan dat het ministerie specifiek moet nagaan wat de problemen binnen het district zijn. Het DR-lid staat stil bij de vraag hoe de controle plaatsvindt van wie in aanmerking komt voor een BASO-kaart. Dat is een taak van de minister voor Tjarawan Kengikong, de minister. Noem ik de man Konkos Tjan Tak Tjanema Setsani, want dat een apotu Setsani, een Setasambung, voor Asawakagani Kiraanse volk. Tjan moet zitten, je moet zitten in je minister. Met Nikeri, Nikerman, de konman, de kantoor, zet de karta die de sma hebben nodig. Het is dringend nodig, want het tof. Maar heeft u dit ook bespreekbaar gemaakt? Want u bent DR-lid, heeft u een auditie gevraagd om dit aan te kaarten van liever dat het door de Nikerianen wordt gedaan in plaats van dat het naar Paramaribo gaat? Kijk, laat me het ook zo zeggen. Ministers komen het district in. In dit laatste uitspraak, tijdens een vergadering van mij, openbare vergadering, dat de mijn collega's alle dieven in dat district in de Gwebaka. Dus wij als DR-leden weten niet wanneer de minister komt en wanneer hij teruggaat. We hebben issues als DR-leden, niet alleen. Alle DR-leden hebben problemen, hebben issues van de bevolking. Krishlo is van mening dat DR-leden precies weten wat zich onder de samenleving afspeelt. De nieuwsdienst heeft getracht minister Ramsaran te spreken, maar die was niet beschikbaar voor een reactie.